We zijn dus zomaar beland bij een van haar oud eng huis. Het is voor enge god. Ja. Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe vlog voor jullie. Vandaag is dag 5 in Santorini en de tweede dag dat we een auto hebben gehuurd. We gaan nu helemaal naar de andere kant van het eiland rijden eigenlijk met de auto. En gaan we daarna allemaal kleine plaatsjes kijken, leuke strandjes, allemaal kleine dingetjes bezoeken. Dus dat gaan jullie nu zien. Ze hebben hier ook heel veel armbandjes van lava. Van wie? Stenen gemaakt. Omdat hier de vulkaan natuurlijk dichtbij zit. We zijn in het stadje Piergos. En het is een heel oud stadje met, ja, wat is er eigenlijk? Dat gaan we zo zien. Dat gaan we zien en jullie gaan het ook zien. Het zijn smalle straatjes en het is bovenop de heuvel, zodat je uitzicht hebt over het hele eiland. Dus dat gaan we zo zien. En dit is in het oude Griekenland de hoofdstad geweest van... Santorini. Oh, van Santorini. En denk jij vult het even aan. Maar... Ja, maar ik snapte niet wat je bedoelde, want ik dacht dat Vira de hoofdstad was. Ja, dat is nu zo. Maar... Ja, we gaan verder kijken. Ja, duimpje omhoog. Jezus. We hebben net in een winkeltje een paar sieraden gekocht en we stonden ook in die winkel en ineens zat er echt een heel groot beest in Jamie haar. Het was een kever of zo, maar het glimde wel mooi regenboogachtig, maar het zag er best wel eng uit. Heeft hij mijn haar gepoept? Echt lekker. Lekker poepen in Jamie's haar. Nu gaan we daar boven. En die vrouw zei wel dat hij dat beest hem hield omdat hij in mijn haar ging zitten. Ja. Hij houdt van Jamie. Ja, als je hem onthoudt, ga je natuurlijk in iemands haar poepen. Dat doen we allemaal. Er zijn ook heel veel van die kleine steentjes. Zoveel katten en honden hier, gewoon op straat, echt zonder baasje of zo. Maar ze zijn geen zwerfdieren volgens mij. Ja, maar die is er gewoon niet bij of zo. Die honden mogen hier gewoon los op straat lopen. Dat zou je in Nederland niet echt zien. Jeetje, als je tonnetje rond bent, pas je hier niet doorheen, joh. Ik meen het, heel dun hier. En we klimmen weer omhoog, want dat doen we hier nog niet genoeg. Baby eventje. Ja, het is een babytje, denk ik. We lopen hier door een van de stenige ruïne iets. Je moet goed opletten hoe je loopt. Ja, moeder zegt nog. Bijna een rots op je asses. Een rots op je hoofd. Het is voor enge god. Ja. Ah! Oh mijn god, hij liet mij niet instikken, maar... Ik was gewoon in mijn broek. Doodangst. Hij heeft gefilmd. Ja, ik was toevallig aan het filmen. Nou, mijn vader wilde mijn moeder laten schrikken, maar ik liep erachter. Hij vond mijn gilde ik nog harder. Oh my god. Ik was bijna in mijn broek van ellende. Jezus. Lekker. Oh. Oh, gaan we weer. Eeuw, het was zo eng. Ik ben weg uitgekozen, jongen. Ja, mijn vader is altijd van de goede wegen. Die is altijd goede wegen. We zijn dus zomaar beland bij een van haar oud eng huis, waar mijn vader ons dus liet schrikken. Wel heel mooi uitzien. Een vervulde badkamertje. Ja, een kapot wc. Dus als je nog moet, dan kan je even gaan. Jamie doet het graag. Ga even plassen. Heel nodig, gadverdamme.
Dit is ook echt gewoon een totaal verlaten stuk of zo. Niemand loopt hier. We weten ook helemaal niet waar we zijn. Maar goed, spannend. Het is gewoon een vervallen zooitje hier. Maar als het goed is, is er een kerkje. Maar ja, die zijn er altijd wel. Want ze hebben hier echt super veel kerkjes met blauwe daakjes op het eiland. Is het een blauw dakje? Geen blauw dakje? Wonder. Papa, hoeveel kerken zijn er nou op dit eiland? 364. 364 kerken op dit kleine eilandje al. We staan hier nu bovenop. Bij het kerkje. Hier liepen we net onder. Mijn vader ons dus echt doodangst liet schrikken. Maar dit is dus vervallen zooitje. En hier heb je wel gewoon een kerkje. En heel goed uitzicht over heel het eiland. Let op. Van het oude stadje met een ijsje, een kasteel en de schrik van ons leven naar het strand, denk ik, of ergens anders. We zitten dus ergens in een stadje met een hele smalle straat, maar mijn vader zegt dat hij er doorheen kan. Zal ik die spiegels even intrekken? Nee, of niet? Het is echt zonde hoor. Moeder vindt het erg spannend. Onder de klokken door, zie je dat, Mandy? Word en art. Nee, we zijn foto waard de klokken zo. Maar we zijn op zoek naar een hart. En ja, mijn moeder wilde daar super graag heen. Lijkt me ook wel grappig. Dat is een soort van rot uitgesneden is. Ja, tot een hart. Romantisch. Alleen, ja, niemand schijnt het echt goed te kennen. Dus het is heel rustig. Er loopt hier ook niemand. We lopen ook echt op de, ja, een of andere rots zoiets. En we hopen dat we het gaan vinden. Want sommige mensen vinden het niet, zeiden ze. Je zult op zoek naar de schat. Ja, even kijken. Gevonden. Het is echt tussen de rotsen bij een kerkje. Zwarte hele kleine steentjes. Dat komt waarschijnlijk door de vulkaan en het lava en zo. Dus het is een lekker strand. En ja, we gaan even afkoelen. Bij een restaurantje en gaan even lekker eten. Een dode vis. Oké, een dode vis. Ja. Dit is een ja, van alles en nog wat, van allemaal starter. En Jamie en ik hebben gewoon een kipje. En we kijken zo uit op de zee en straks komt er een ja, het komt ondergang. Van het eiland en dan gaan we weer even de zonsondergang bekijken. Zo snel? Ja. Ik ga nu kijken. Nou, dat was de zon. We zijn nu aan de andere kant van het eiland, puntje, want wij zitten helemaal daar. En ja, het was mooi. Hij zijn helemaal roze de lucht. Waar zit de einde dan vlog? Ik kan wel, ja. Oké, daarom zou ik zeggen, vergeet niet duimpje omhoog. Standaard zinnetje van jou in elke vlog, joh. Maar voor nu was het de vlog. We hebben weer lekker getoerd met de auto. Je hebt mij erg laten schrikken vandaag. maar dan zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En tot morgen, dan gaan we weer toeren met de auto. Dus ga zeker nog even kijken. Tot morgen, doei! Ciao.